Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Bucky's Adventures. Ik ben Robin. En ik ben Bente. En dit is onze hond Zimo. En met z'n drieën rijden wij samen in onze zelfgebouwde camper door Europa. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Deze week zijn we in Rokkubrunn met mijn ouders, mijn zus en mijn opa. Ja. Een mooi huis met een zwembad, dus het is vooral lekker chillen. En verder gaan we een beetje de omgeving verkennen deze week, denk ik. Een beetje wandelen. Het is waanzinnig mooi. Vandaag zijn we bij een kloof geweest waar we gelopen. Ja, Simo vindt het hier ook heerlijk. Vindt het zwembad ook leuk, hè, Sim? Ja, die speelt graag met het water. En dan gaan we zaterdag weer verder langzaam. Gaan we weer Spanje in. En gaan we zien wat deze week brengt, hè? Ja, ik ben benieuwd. Op een half uurtje rijden van Rokkubrunn vinden wij de Gorge de Hierik. Dit is nog een vrij onbekende kloof in het dorpje Mons La Trivalle. Vanaf hier kan je de kloof inlopen en de wandeling is ongeveer 5 kilometer. Afhankelijk van je tempo doe je er ongeveer 1,5 à 2 uur over. Aan het einde van de wandeling vind je het dorpje Herriek. De kloof is in de loop van tienduizenden jaren uitgeslepen en ligt in het gebied van de Karoeks massief. Zelf hebben we de wandeling niet helemaal uitgelopen. Maar dat is ook niet nodig, want de kloof, het riviertje en de bergen eromheen zijn al schitterend om te zien. De volgende stad die we bezoeken is de Creusot. Het is een badplaats met een grote jachthaven. De stad ligt in het departement Aude en ligt vlakbij de grote stad Narbonne. De stad zelf is niet zo heel groot, maar bovenop de rotsen ligt een 13e eeuws kasteel. Omdat we er buiten het seizoen komen, is het dorpje best wel verlaten. De meeste winkeltjes zijn al dicht en er zijn alleen wat terrasjes open. Van het kasteel is het torentje alleen nog maar voor de helft over. Hij is gebombardeerd door Lodewijk XIII. Het toren was van piraat Redbeard, oftewel Barbaroes. Tot slot bezoeken we nog de stad Beziers op 3 kwartier rijden. De stad ligt aan de rivier Orb en bovenop de heuvel vind je de basiliek Saint-Nazaire. Je kan gratis de kerk bezoeken en via de 165 tellende treden naar boven klimmen voor een mooi uitzicht over de stad. Verder heeft de stad een aantal straatjes met wat kleine winkeltjes en een hoop kringloopwinkels. Er is een groot plein met veel terrassen en de stad heeft een typische Franse uitstraling. Doei doei! Dag. Nou, daar gaan ze dan. En wij moeten over een uurtje ook uit. Ja, dus even zo douchen nog. Spullen bij elkaar raven. Ja, ik ben nu al een beetje gaar. Het is nog een beetje vroeg voor ons. Ja, het is echt... Althans, ja, het is heel erg. Het is nu al 8 uur denk ik bijna. Ja, maar we slapen altijd nog dan. Ja.
Dus even laatste dingen doen en dan gaan we ons klaarmaken voor een rit van 2 uur naar Spanje. Spanje. Voor onze eerste stop in Spanje vinden we een rustige camperplaats in het dorpje Peralada. Peralada zelf is niet zo heel groot, maar er staat wel een heel mooi kasteel in het centrum van Peralada. Het kasteel wordt vandaag de dag gebruikt als casino en vaak voor huwelijken. Daarnaast vind je hier ook de Cellar Peralada, een enorm groot wijnhuis. Vannacht sliepen we in een klein dorpje. We zijn de naam alweer kwijt. Ja, iets met een P. We zetten het wel ergens. We zetten het er wel in. We zijn nu weer doorgereden. Tweede plekje in Spanje. Een half uurtje gereden. Ja, het heet Besalu. Ja, Besalu. Besalu. En er is een mooie poort. Leuk stadje. Volgens mij is het een soort middeleeuws dorpje of zo. Ja, het is heel toeristisch. Veel van die kleine winkeltjes. Ja. En vooral die brug, die is heel mooi om te zien hierachter. Als het goed is, kan je hem zo zien. En daar staan we vannacht. Het laatste plekje van de week. En dan gaan we volgende week richting Girona. Oh, het is alweer zondag. Ja, we gaan volgende week richting Girona. En dan misschien richting Barcelona. Als we wel een goede plek kunnen vinden. Ja, misschien blijven we aan de kust. Ja. Ik weet het niet zo goed. Voor de rest zien we wel wat de week brengt. Ja, het is in ieder geval fijn om weer lekker in Spanje te zijn. Ja. Mocht je deze video nou leuk vinden, vergeet dan vooral niet het duimpje omhoog te doen en te abonneren op ons kanaal. Volgende week gaan we richting Costa Brava, het plaatsje Tossa de Mar. Zullen we daarna zuidelijker gaan, richting Blanes. En uiteindelijk bezoeken we ook nog de hoofdstad van Catalonië, Barcelona. Tot volgende week!